Guinea-Bissau, een klein land aan de westkust van Afrika. Even groot en net zo plat als Nederland. Veel meer vergelijkingen zijn er niet, want het gaat er allemaal wat moeizamer. Plan International is een wereldwijde organisatie. Zij zet zich in om de leefomstandigheden van kansarme kinderen en hun familie via sponsoring te verbeteren. In Guinea-Bissau is Plan heel actief en dat willen we u laten zien. We zijn in de hoofdstad op de eerste dag van het jaar rust in de straten, want het is gisteren bij de meeste mensen heel laat geworden. Vuurwerk was er eigenlijk niet, want ja, dat is wel heel erg duur. In Guinea-Bissau kan je je geld wel beter besteden. Door een kip kopen of misschien wel verkopen op zo'n eerste dag van het jaar. Ook hadden we nog even de gelegenheid om de stad te bekijken. De sinaasappelverkoopster is alweer aanwezig en tot vermaak van de omstanders lijkt ze wel hele grote ogen te hebben. Vanuit de hoofdstad gaan we de volgende dag op weg naar een van de vele projecten van Plan in het oosten van het land. Opeens blijkt de uitvalsweg toch drukker dan we verwacht hadden en slechter oom. Het is nu de droge tijd in West-Afrika, dus de wegen zijn goed bereikbaar, maar stofhappen hoort er ook bij. De blauw-gele lokale bus, Toka Toka genoemd, slingert diep in de veren gedrukt door het grote aantal passagiers van de ene naar de andere kant van de weg om de grootste gaten te ontwijken. Ondanks oorlog en voedseltekorten is er in de drinkwatervoorziening veel bereikt en dat wil men je graag vertellen en laten zien. We worden dan ook bij aankomst in het dorp uitbundig ontvangen. Vroeger water haalde op een paar minuten lopen vanuit het dorp.